De acties over de overbruggingstoelagen van de samenwerkende ziekenhuisbonden is opgeschort. Op een persconferentie vandaag hebben de bonden van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Sint Vincentius Ziekenhuis en de regionale gezondheidsdienst aangegeven eensgezind verder te zullen gaan. Terwijl de bond van het Psychiatrisch Centrum Suriname zich heeft teruggetrokken uit deze eenheid. Hoewel het Moengra Medisch Centrum niet aanwezig was, maakt zij nog deel uit van de eenheid. De directie van het AZP had een kort geding aangespannen tegen de bond. Lloyd Pohl zegt dat de rechter niet is gekomen met de vonnis, maar met een schikking. Er werd aangegeven dat wij eigenlijk geen recht hadden op een uitbetaling vanaf maart, omdat er een missieve is opgemaakt die aangeeft dat de uitbetaling vanaf de maand april moet doen plaatsvinden. Wij hebben dat kunnen tegenspreken met bewijzen. En een bewijs waarover ik ook een aantal keren heb gesproken, ook in de media. Waarbij de advocaat van het Academisch Ziekenhuis, de advocaat van de staat en de advocaat van de ABLAS hebben getekend. Wij noemen dat een driepartijen overeenkomst. En de rechter heeft dus daar duidelijk gemaakt van nee, er zijn wel bewijzen in tegenstelling tot wat de tegenpartij aangaf. En zo is er besloten dat de maand maart, de uitbetaling van de maand maart, wel moet doen plaatsvinden. Weliswaar moet je redelijk blijven. En de rechter heeft ons gevraagd om de minister genoeg ruimte te geven. Dus wij hebben de minister gegeven tot oktober, de eerste week van oktober. Hij zei dat dat meer dan voldoende is, woorden van gelijke strekking. Dus daar kijken we uit naar oktober. Verder is er ook besloten dat de overbruggingstoelage vandaag op de rekeningen van de mensen te zien moest zijn. En dat is... Aangezien er nog meer zaken spelen, hopen de respectieve bonden in de komende week met de directies van de gezondheidsinstellingen te zitten en te werken naar oplossingen. Zowel Pohl als de bonden van RGD en RKZ geven aan dat ze veel tegenwerking ondervinden om de eenheid tussen de bonden in stand te kunnen houden. Te midden van hun strijd voor lotsverbetering. De tegenwerking komt volgens Marcia Klumper van de bond van RKZ voornamelijk van andere vakbondsleiders. Die proberen om steeds weer een wicht te drijven. De eenheid die er is kapot te slaan. Dus je begrijpt, het kost enorm veel energie om die eenheid te behouden. Eén, de eenheid ook binnen de bonden zelf te behouden. En tegelijkertijd het werk te doen waarvoor de leden jou hebben aangewezen. Dus dat is wel minder, maar het is niet anders. Ook binnen de RGD, de BPRGD, hebben we te maken met... invloeden of bewegingen van buiten, van andere vakbondsleiders die de samenhorigheid, de eenheid die er heerst binnen de bond, binnen de RGD, willen kapot slaan. Het kan direct zijn dat mensen het pas gekozen bestuur willen omverwerpen om hun, ja, dat ze kapot slaan en dat zij dan de bond overnemen. Dat werkt heel storend. Het zuigt de energie op terwijl je bezig bent op verschillende fronten. Zaken voor het personeel te regelen. Je bent bezig met de minister, met de directie, intern ook. Ben je bezig zaken op te lossen in het veld. Zeker bij de RGD. We zijn wijdverspreid. We zijn in 9 van de 10 districten. Bij ruim 50 vestigingen. Ruim 1000 personeelsleden verspreid. Dus als je dan nog moet gaan vechten tegen andere vakbondsleiders die een weg willen drijven binnen jouw organisatie, is dat wel lastig. De samenwerkende bonden hebben de acties opgeschort. Echter zitten de individuele bonden nog met interne issues, zoals de bond bij RGD. Deze bond heeft de directie een week gegeven om zaken opgelost te krijgen.